Die is een ambetante term om uit te leggen. Want er bestaan echt heel veel verschillende definities van AI. En trouwens ook heel veel synoniemen. AI, AI, artificiële intelligentie, kunstmatige intelligentie, slimme computers, slimme machines. Het is allemaal min of meer hetzelfde. Computers of machines met artificiële intelligentie zijn machines die zo zijn gemaakt dat ze specifieke problemen op een intelligente manier kunnen oplossen. Ze kunnen zelf redeneren of bijleren en soms lijken ze zelfs creatieve oplossingen voor problemen te bedenken. Een robot die telkens hetzelfde voorwerp oppakt, dat is geen AI. Die is gewoon geprogrammeerd om zijn robotarm exact zo te bewegen. Maar een robot die zelf kan zoeken waar het voorwerp staat, hoe hij dat voorwerp moet oppakken, en met andere woorden, een robot die zelf oplossingen kan bedenken als iets niet voorgeprogrammeerd is, dat is een machine die artificieel intelligent is. Nu, dat wil niet zeggen dat machines over eender welk probleem kunnen gaan redeneren en over enkele jaren onze wereld gaan overnemen. Nee, ze kunnen enkel die taken leren waarvoor de mensen hen ontworpen hebben.